mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een video. Dit wordt een What I Eat in a Day, dus ik ga jullie een hele dag meenemen en dat kan vandaag, want ik heb extra tijd. Ik ben eindelijk weer even vrij. Ik neem deze video op te midden van de feestdagen, maar ik ga het posten na de feestdagen, want ik ben van plan om vanmiddag nog een paar kerst dingetjes te shoppen voor onder de boom, voor mijn ouders en mijn broertje. En die kan ik dan wel laten zien in de video, dus dat is dan geen probleem. Ik heb de afgelopen dagen alleen maar gewerkt en dat kun je ook wel zien aan de was. Kijk, er heeft er nou eentje gedraaid en er ligt nog een hele berg naast. En in de waskamer hangt ook nog een was, want daar heb ik van de week zo geen tijd voor gehad. Maar vandaag wel. Dus die ga ik vandaag even wegwerken. Wat ik nu aan heb is een blazertje van de H&M. Dus gewoon een basic zwarte. Ik heb een topje aan van de CNA. Die heb ik een tijdje geleden in Antwerpen al gekocht. Patroontje even wat beter laten zien. En ik heb een nieuwe broek aan die ik een tijdje geleden gekocht heb. Daar zit ook een roze patroontje in. Kun je dat beter zien? Voor mij is dit een lekker comfortabele outfit. Maar ja, heb ik toch ook het gevoel dat ik me een beetje gewoon netjes gekleed heb, zeg maar. Ik ga nu eerst mijn ontbijtje even maken. Ik ga sojayoghurt. Hij is bijna op. Dit is gewoon de normale zonder toegevoegde suikers. Die ga ik eerst mengen met wat chiazaad. En ondertussen ga ik dan eerst even een kwartiertje yoga doen en een kwartiertje even op de crosstrainer. Daarna is het chiazaad, heeft het wat vocht opgenomen, zodat het de sojayoghurt wat meer volume geeft. En dan ga ik er nog rode kool met appel in doen en kaneel en een beetje, een heel klein beetje nootmuskaat. En met een bakje koffie maak ik het dan af voor mijn ontbijtje. Geweest, maar voordat ik ga ontbijten drink ik meestal eerst ook nog even wat water, want ik merk dat ik dan dorst heb en alleen mijn koffie is voor mij niet voldoende. Wat ik drink op een dag is 2,5 liter, dat drink ik sowieso. Op dagen dat ik vrij ben drink ik sowieso wat meer dan op dagen dat ik werk, omdat ik op het werk natuurlijk gebonden ben aan mijn pauzes en ja, daar vergeet ik het soms ook. Dat is eigenlijk heel slecht voor mij. Maar ik drink dus in mijn pauzes best wel veel. En ik drink eigenlijk al heel lang geen frisdrank meer. Eerst was er even band met mijn beugel. Maar ik merk ook niet dat ik daar behoefte aan heb. Dus ik drink voornamelijk koffie, thee en water. En water vaker in de vorm van spaarrood met zo'n vleugje, met zo'n aroma erin. Ik probeer ook op dagen dat ik vrij ben om wat meer rust te pakken en ook om mijn dagritme wat te verkleinen. Dus ik probeer wel voldoende te slapen, zodat ik nou ben ik opgestaan rond 10 uur. En dan ben ik vanavond wel ook mijn avondritme een half uurtje inkorten. Dus dat ik niet om 6:30 ga eten, maar dat ik tegen 6 uur ga eten. En zo probeer ik dan zeg maar op dagen dat ik vrij ben om voldoende rust te pakken. Zodat ik op de dagen dat ik ga werken, en dat zijn ook langere dagen, dat ik dan juist meer energie heb. En ik vind het wel lastig, omdat mijn eetstoornis heel vaak per dag bekijkt. En op dagen dat ik vrij ben zegt hij dan vaak tegen mij van ja, Romy, je bent minder intensief bezig als op andere dagen. Maar ik heb wel gemerkt dat het echt nodig is om even bij te tanken en dat mijn lichaam daar soms gewoon ook om vraagt. En dat ik dan vergeleken met andere dagen minder intensief ben of dat ik dan meer eet omdat het op een korter tijdbestek is en ik meer slaap. Vind ik dat soms wel lastig, maar weet ik dat het wel beter is voor mijn lichaam om te herstellen. Wat ik dan wel doe is dat ik dan bijvoorbeeld vanmiddag ga wandelen. En ik doe mijn sporten 's avonds dan ook vooral. Dat is dan toch een stukje beweging dat ik heb. Dat is niet per se vanuit de eetstoornis. Maar ook gewoon omdat het me helpt ontspannen. En omdat het, zeker als ik muziek op heb, dat ik dan mijn gedachten eventjes kan verzetten. Ondertussen is het al een stukje later.
Ik heb lekker gepoetst, maar dat heb ik allemaal niet gefilmd. En ik wil zo eventjes naar buiten gaan. En ik zal even laten zien, maar ik heb echt geluk vandaag. Het is de hele week echt al pokkenweer geweest. En nu is het echt super mooi weer. Wat ik dan nog ga doen, is dat ik eerst even voordat ik naar buiten ga nog een kwartiertje op de cross trainer ga. Dat doe ik vaker, zeker nu in de winter, want dan ben ik opgewarmd voordat ik de kou in ga. Voordat ik naar buiten ga, ga ik nog even een peer en wat wortels snacken. Dit doe ik meestal op een vrije dag, dat vind ik wel lekker. En ik gebruik als wortel niet winterpeen, maar gewoon van die geschraapte wortelen die je in het koelvat vindt. En zoals je wel kunt merken, en dat heb je misschien ook wel in mijn andere eetpatroondagen gezien, dat ik overdag vooral veel groente en fruit eet. Het is ook deels ingegeven vanuit eetstoornis dat ik per se gezond wil eten. Maar ik merk ook dat ik het wel nodig heb. Als ik een hele dag ongezond ga eten, dan merk ik wel dat ik echt behoefte krijg in gewoon groente en fruit en dat soort dingen. Misschien ook vrij logisch, maar ik kijk ook wel eens van die 10K-challenges op YouTube. En dan vraag ik me soms af van, maar als je dan alleen maar pizza eet en junkfood en snacks en ijs en dat soort dingen, krijg je dan niet ook gewoon een zin, is iets gezonds? Want heel veel zouden het ook echt op een gezonde manier kunnen doen. En ja, dan zie je ook dat gauw genoeg, dat als ze iets gegeten hebben waar ze echt heel veel zin in hadden, wat ongezond is, zeg maar, dat ze dan al snel zoiets hebben van, oeh, het valt toch niet lekker. Het is niet dat ik ongezond eet. Ik pas het gewoon aan mijn eetpatroon en bij mij is dit gewoon op een ander moment van de dag. Maar dat komen jullie later tegen. Ik ga dus eerst nog even opwarmen en dan ga ik lekker een rondje naar buiten. Ik zie nou net dat ik mijn haar, ik heb het eigenlijk, ja, meestal wel een paar plukjes naast. Maar dat heb ik nu niet en ik vind het niet echt geweldig. Nou ja, ik kijk straks wel even of ik het anders kan doen. Het viel op zich, qua temperatuur viel het nog wel mee. Maar wel net genoeg om er een rode neus van te krijgen, zoals ik altijd heb als ik in de kou sta. En ja, dat was wel even zonder muziek. Ik ga nu even lunch maken. En ik heb nog vegetarische kibbeling. Die heb ik in mijn proefvideo ook geproefd. Ja, ik vind hem op zich wel lekker. Ja, het is niet echt dat je zegt van wauw, het is kibbeling, zeg maar. Maar daar heb ik nog 1 of 2 stukjes van. Die ga ik bij een Oosterse roerpapmix doen. Die heb ik hier in een bak gedaan. Dat is trouwens een tip van mij. Ik werk natuurlijk op de groenteafdeling bij de Jumbo. Als je roerbakmixen koopt en wokgroenten, dan zijn ze vaak al voorgesneden. En als je dan het zakje nog een paar dagen wilt bewaren, dan kun je ze, als je slim bent, langer bewaren dan de datum die op het pakje staat. Maar dan moet je de zak eventjes openscheuren en in een doosje doen. Of in een bakje, wat je wil. Ik heb hem nou in een bak gedaan. Maar dat zorgt ervoor dat er niet te veel condens, zeg maar, bij de groente komt. En die condens zorgt ervoor dat die groenten weer wak worden en dat ze weer sneller verslechteren. En dat komt dus door die plastic zak. Dus als je je roerbakmix of je wokmix iets langer wilt bewaren, haal ze dan als je thuis komt eventjes uit de zak. Daar ga ik dan ook nog een beetje sojasaus bij doen, maar dat doe ik pas op het laatste. Want ik ga er ook tomatenblokjes bij doen. Dan maak ik een soort van gebonden soep daarvan. Dit is gewoon een pakje van de Jumbo. En ik heb nog, ik denk ongeveer, even kijken, een half blikje met, even kijken welke is het, de Mexico melange. Dat zijn doperwtjes en stukjes paprika en mais. En dit keer gebruik ik van Euromat de Hollandse mossel- en viskruiden. Hier zit ook paprika poeder in. Dat vind ik heel lekker in combinatie met knoflookpoeder. Niet te veel, want dan krijg ik last van darmen. En dille, want ja, ook al smaakt het niet naar vis, het is wel een soort van visgerecht wat ik wil maken. Ik moet zeggen dat ik er wel iets minder tegen op zie. Nu ik zo in de dag ben en nu ik zo gewoon mijn eigen dingetje doe, dan van tevoren. Want soms dan heb ik wel eens en denk van, goh, ik heb bijna een vrije dag. En dan kijk ik er eigenlijk vanuit de eetstoornis al tegenop.
doordat ik dus minder beweeg of doordat ik dan een korte tijdbestek eet, aangezien ik mijn dagpatroon een beetje wil inkorten, zodat ik wat langer kan rusten. Maar als ik zo eigenlijk op die dag gewoon mijn dingetjes doe en bezig ben, dan denk ik ook weer van ja, weet je, het is misschien ook maar goed om zo'n dag 1 of 2 keer in de week te hebben, want je hebt gewoon tijd nodig om bij te tanken. En ik vind het moeilijk om mezelf dan soms te gunnen, maar net als dagen, zoals vandaag, dan merk ik wel van ja, eigenlijk moet het wel, want als je jezelf dit soort dagen niet kunt gunnen, dan kun je op een gegeven moment ja, anderen ook niet meer helpen. Zout en peper, dat voeg ik meestal pas toe echt als alles klaar is. Sommige mensen vinden dat best wel wat zout gebruik. Ik heb dit een tijdje echt heel erg veel gebruikt en ik heb het ook een tijdje echt abrupt gestopt. Maar ik kreeg aangeraden ook vanuit de huisarts, omdat ik het nagevraagd heb, dat ik wel wat iets extra mag gebruiken, omdat ik ook een tijdje last heb gehad van een natriumtekort. Die natuurlijke zouten, die mis ik dan. Dus een klein beetje extra zout toevoegen zou op zich geen probleem moeten zijn voor mij. Ik heb nu ook de kibbeling en sojasaus en het halve potje mix bij gedaan. Ik besef nou dat ik sojasaus gebruikt heb, dus ik gebruik geen extra zout meer daarbovenop. Alleen nog een beetje peper straks. Ik het in mijn blond mok doen, die heb ik eigenlijk al een tijdje niet meer gebruikt. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, dronk ik eigenlijk bij de warme maaltijd altijd water. Maar ja, ik drink nu zelf eigenlijk altijd thee. En soms durf ik ook wel eens gewoon heet water te drinken, maar meestal drink ik gewoon thee. En nu ga ik kerstcadeautjes halen. Ik merk wel weer dat ik meer last krijg van mijn winterhanden en voeten. Nou ja, mijn winterhanden, dat valt op zich wel mee, want ik draag op het werk handschoentjes. Maar aan mijn voeten ga ik ook echt wel merken dat er aan mijn hielen, aan die zijkanten daarvan, dat er echt al scheuren beginnen te komen. En ik kan ze insmeren wat ik wil, met vaseline of speciale crème, maar het helpt gewoon niet. Want ik heb echt al alles geprobeerd, ook al medische dingen en zo. En ik kreeg de vraag waarom ik mijn website eigenlijk Better Life heb genoemd. Of tenminste Better Life-Romy. Maar ik heb Better Life genoemd. Ik vond het heel mooi. En ik ben ook op weg naar een beter leven waarin ik stappen zet tegen de eetstoornis. En het is ook gerefereerd aan het gelijknamige liedje van Pink. En dat is echt mijn favoliedje. Dus ja, 2 vliegen in 1 klap, zeg maar. Kijk, ik heb ook nog voor elk een flesje bubbels. En dan heb ik voor ook ieder nog 2 chocoladereepjes. Eentje met de eerste letter van mijn voornaam. En eentje met een hartje. Die vond ik wel zo leuk. Dus die ga ik er ook nog bij geven. Ik ga nu weer even eten maken. Dit is nou, ik denk, het is 5:45. Dus ik ben ietsje later dan gepland. Maar het is niet heel veel later. Het is niet dat ik om 6:30 pas ga eten in ieder geval. Ik ga weer een beetje wokgroenten gebruiken. Die ga ik samen doen met wat bosui. Ik heb nog een stukje wortel en pompoen. Deze haverspread, die vond ik trouwens echt heel lekker. Deze ga ik gebruiken als een soort van saus. Die ga ik er later doorheen roeren. Ik ga er ook een klein beetje sambal in doen. Want ik hou van een beetje pit. En wat olijfjes. En ik had ook nog vegetarisch gehakt uitgelegd. Maar ik moet nog even kijken of dat nog vervroren is. Of dat dat al ontdooid is. En dan ga ik daarbij ook nog een paar crackers eten. Hier doe ik verder niks mee. Maar die eet ik er gewoon naast. Mijn groenten staan op het vuur. En ik heb het vegetarisch gehakt even buiten de koelkast gezet. Het was al een klein beetje ontdooid. Dus ik kan nog wel wat gebruiken. En ik ga het kruiden met basilicum. Gedroogde basilicum, citroengras. En ik gebruik sotokruiden. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om alles door elkaar te doen. En ook die crackers op stukken. Ik weet niet wat de bovenbuurman aan het spoken is. Maar die heeft me toch eens een herrie opgezet. Nou ja, dat heeft hij wel eens vaker gedaan.
Hij heeft één keer een feestje gegeven. Nou, dat was echt niet normaal. Toen heb ik gewoon niet geslapen. En toen moest ik de volgende dag om 9 uur op mijn werk staan. Maar ja, nu hoor je het gelukkig een stuk minder. Maar als die zijn bas aanzet, ja, dan heb je echt de pop aan het dansen. Ik ga straks nog even op de cross trainer. Daar ga ik sporten. Ik heb nu mijn sportoutfit aangetrokken, alleen mijn broek die kon ik niet vinden. Ik heb nu, ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien, want het is natuurlijk best wel licht. En deze, dit hemdje, heb ik ook van de H&M, ook van de sportcollectie. En dit is ook knaloranje. Die heb ik ook eens, toen ik nog op voetbal zat, onder mijn voetbalkleren aangetrokken. Alleen, toen scheen het echt heel erg door. Maar hiervoor thuis is dat wel lekker. Ik heb dus gewoon deze broek nog aan. Ja, ik weet niet. Ik weet even niet waar ik mijn sportbroek gelaten heb. Maar in ieder geval, die kwam van de Nike Store. Hoe mijn sportroutine er nu uitziet, is zeg maar dat ik nu eerst een kwartiertje op de crosstrainer ga. En dan ga ik die oefeningen van de crosstrainer, die ga ik weer doen. Maar dan op de grond. En dan daarna ga ik weer een kwartiertje op de crosstrainer. Dus het is telkens een kwartiertje op, een kwartiertje af. En dat doe ik dan 5 keer achter elkaar. Dus in totaal zo 5 kwartier. Alleen na een uurtje stop ik eventjes. En dan ga ik tussendoor even mijn kamer stoffen. En stofzuigen en dat soort dingen. En dan koel ik weer een beetje af. En dan doe ik daarna nog een keer het laatste kwartiertje. Hoi jongens, ik ben net klaar met sporten. Het ziet nog wel een beetje aan mijn rode gezicht, denk je. Maar ik ga nu eventjes een shake maken. En die ga ik maken van Alpro kokosnootmelk. Dit is zonder toegevoegde suiker. Dan ga ik dat shaken met een halve kaki. En dan ga ik er ook nog wat granola bij doen. En dit is van die granola van Peaks. Die ik eigenlijk al veel vaker gebruikt heb. Maar ik blijf hem kopen, want ik vind hem echt super lekker. Met geroosterde zaden en peulvruchten. Moet je die kleur zien? Dat is leuk. Hij is echt, wacht, je kan het in het licht misschien beter zien. Hij is echt mooi oranje. En daarbij eet ik dan ook nog deze. Dit is een All and Go. Dat is een nieuwe reep van Sonatura. En is eigenlijk met havermout en met vruchtjes erin. Maar hij is helemaal vegan. En voor na het douchen heb ik dan ook nog een grote, dit is een boerenbeschuit. Een boerenvolkorenbeschuit met appelstroop. En ik heb wat groentechips. Ik heb een schaaltje gevuld met M&M's met pindas. En pepernoten met stroopwafelsmaak. En ik heb nog 3 volkorenkoekjes. En helemaal aan het eind van de avond ga ik nog iets nieuws proberen. En dat is namelijk dit. Mochi ijs. En ik heb even opgezocht op internet wat het precies is. En het is een soort van plakkerige rijst. En daarbinnenin hebben ze fruitijs gedaan. En ik heb de assorten, dus ik heb de gevarieerde mix. Dus ik heb 6 verschillende bolletjes. Ik ga er gewoon eentje proeven straks voor jullie. En ze hebben ze ook alleen met mango. Maar dat zien jullie helemaal aan het einde van de avond. Wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen, is dat alles wat ik nu laat zien wat voor de avond is om te eten, dat ik dat niet zo 1, 2, 3 achter elkaar opeet. Dit is echt verspreid over de hele avond en ik ben een late slaper. Ik ga meestal pas tussen 2 en 3 uur slapen. Dus vanaf dat ik klaar ben met douchen, hoe laat zal het dan zijn? Een uur of 10 tot een uur of 2, 2:30 eet ik dat, zeg maar. Dus dat is echt gewoon in een heel groot tijdbestek. En tussendoor ben ik dan bezig met editen, met bloggen. Soms ook even appjes beantwoorden. Maar ook televisie kijken en even drinken of even wat lezen en dat soort dingen. Dus ik eet het niet 1, 2, 3 achter elkaar op. Dat vind ik wel echt heel belangrijk. Want ik denk dat je dan echt kots en kotsmisselijk wordt. Maar nu ga ik eerst even lekker douchen en mijn pyjama aantrekken. Zoals ik al gezegd had, oh, mijn haar zit wel heel fancy, heb ik die mochi's en ik heb ze hier in een schaaltje gedaan. En ik heb er een vorkje bij gepakt, want ik weet echt niet hoe ik dit moet eten.
En het lijkt, er zit ook een beetje wittig op, alsof er poedersuiker op zit. En ik voel, als ik nu met mijn vork erin ga, dat deegachtige buitenkantje. Maar ik ga er eentje proeven. Ik weet echt niet hoe ik dit moet eten. Dus ik doe er maar met mijn vork een stukje af. Oh, dit is apart. Het is gewoon sorbetijs, zeg maar. Maar daaromheen zit een soort van, ja, een beetje een slijmachtig, broodachtig laagje. En dat smelt in je mond. Maar wel heel lekker. Een vork eten is misschien ook niet zo handig. Maar ik zou dit ook niet met mijn handen pakken, want er zit best wel wat poedersuiker op, zeg maar. Dus dan zijn je vingers helemaal wit. Ik ken het echt niet. Toen was ik te moe om af te sluiten, dus dat doe ik bij deze even. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een dagje met mij mee te kijken. Ik heb nu echt, als ik naar buiten kijk, echt extreem veel geluk gehad met het weer. Want het is nou weer pijpstelen aan het regenen. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt en als je meer dingen van mij wilt zien. Je kunt ook blogs lezen over mijn eetstoornis en mijn ervaring ermee op mijn website. Die plaats ik hier allemaal onder, net als Instagram en Facebook. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende video.